Irene, je zevende wereldtitel. Gisteren zei je, het wordt nog spannend. Maar op de 1500 sla je eigenlijk meteen een heel groot gat. Ja, nou ja, ik vond het even goed spannend. Maar de 1500 ging echt waanzinnig goed. Ook nog een nieuw baanrecord en dat gaf veel vertrouwen voor de 5 kilometer. Je rijdt tegen Blondin. Is het dan gewoon kwestie van uitrijden? Nee, zeker niet. Nee, Blondin heeft natuurlijk al dit jaar ook hele goede 5 kilometer gereden. Dus het is zeker niet een kwestie van uitrijden. Ik had een aanval verwacht, dus ik zat een beetje te wachten. Maar ik dacht, ja, ik neem ook gewoon de leiding. En die aanval kwam er niet, dus was wel onverwacht, zeg maar. 1500 meter, je rijdt bijna een seconde van je eigen baanrecord. Je slaat een gat met de concurrentie. Moet vertrouwen geven, zou je zeggen. Ja, nou ja, wat ik net zei, dat gaf zeker vertrouwen voor de 5 kilometer. En ook voor de 3 kilometer gisteren, die gaf ook vertrouwen voor de dag van vandaag. Dus al met al de afstand waarop ik dacht dat ik het meeste moest gaan doen. 500 die viel eigenlijk het meest tegen. Maar voor de rest was het natuurlijk een waanzinnig toernooi. En dat het weer is gelukt voor de 7e keer is echt heel bijzonder. Ja, 7 wereldtitels. Moeilijke vraag misschien, maar welke is het mooist? Ja, dat weet ik niet. Dat is een beetje kiezen tussen je kinderen. Maar ik ben onwijs blij dat het is gelukt. Dankjewel en gefeliciteerd. Dank je.